We zijn hier vanavond in het Roda Stadion voor de eerste editie van de Zuidborrel Parkstad. De eerste editie hier in deze regio en de derde regio waar we als Zuidborrel Formule actief zijn. Vanavond de eerste avond. De voordracht die wordt verzorgd door professor Van Maurik. En de voordracht gaat over erven en schenken, bronnen van vreugde en verdriet. We zijn vanavond hier met 90 mensen om precies te zijn en we gaan er een mooie avond van maken. Ik heb het vooral over het vermogen dat van de ene generatie over moet naar de andere generatie. Maar ik ben begonnen met te zeggen dat het tegenwoordig een groot probleem is, omdat heel veel vermogens negatief zijn. En is de vraag, hoe gaat dat dan over? Als je dat op je dak krijgt, alle schulden van de dierbare overledenen. Nou ja, verder komt dan het bekende verhaal aan de orde, namelijk het schenken. Hoeveel mag je schenken? Wat moet je schenken? Moet je überhaupt wel schenken tegenwoordig? Is dat wel wijs met het oog op de aantasting van de zorg? Ik heb het uiteraard over de erfrecht en de alle ruzie die daar met de pas komt. Want laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk ook bar en boos wat er rondom de nalatenschappen wordt afgevochten. Kortom, iedereen heeft het moeilijk en dat was eigenlijk de hele teneur van mijn verhaal deze avond hier in Kerkrade. Nou, wij hebben natuurlijk het belang van Roda natuurlijk hoog in het vaandel staan. Het is onze club, hè, Roda JC Kerkrade. We hebben een groot belang in het stadion. We hebben een heel groot belang in het ontwikkelen van werkgelegenheid hier, om dit stadion. Wij verkopen hier grond, hier kunnen bedrijven zich vestigen. Dus wat dat betreft onderschrijven wij dit soort initiatieven natuurlijk ontzettend, want het bedrijfsleven moet elkaar ook leren kennen in een andere sfeer. En daar zijn dit soort gelegenheden ook goed voor. Ik maak veel bedrijfsbezoeken mee. En dan is het vaak nog een vraagteken als bedrijven, andere bedrijven die in de buurt liggen, op hetzelfde bedrijventerrein, elkaar niet kennen. En als je die bij elkaar brengt, vaak doen we dat via ondernemersverenigingen, dan zie je die kruisbestuiving. En daar worden vaak ook zaken gedaan op die manier.